Hey, maar waarom heb je voor Marokko gekozen, man? Waarom ik voor Marokko heb gekozen? Ja. Buongiorno, tutti cornuti! Onderweg voor een nieuwe BN in de auto. We gaan nu naar Mazraoui. Hij heeft een goede start gemaakt, man. Dus respect voor hem. Hij is goed bezig. Alleen jammer dat hij voor Marokko heeft gekozen, maar dat gaan we ze daar vragen. Ik kan hem graag bij Deel zelf toch gezien. Zoals je ziet word ik helemaal opgegeten. Mijn vrouw had niet goed gedoucht, dus ze hadden seks. En ja, dat heb je wel eens. Dus, maar toch moet ik een nieuwe video maken voor jullie. Om jullie niet te teleurstellen op dinsdag. Dus hij komt eraan. En bedankt weer. Ciao. Die zich ineens aan die niet meer. Oh, Dolberg komt er niet aan. Mazraoui. Ja! Alsnog. Hé, hey man. Soldaat. Hoe is het? Ik zag je niet eens, man. Huh? Ik zag je niet. Nee, ik ging eventjes zo even om. Nee, anders moest ik langs al die mensen. Oh, gaan, moet je weer een handtekening geven? Ja, het is vol, man. Het is helemaal druk. Willen ze wel handtekening voor jou? Ik denk het niet, maar het is toch gewoon eventjes interessant, doen. Jezus, hey, gisteren gespeeld? Ja, maar. Ik heb niet gekeken, man. Ik had de theatershow. Dus ik had niet gekeken. Maar heb je gespeeld de hele wedstrijd? Ja, gewoon hele wedstrijd. Oh, netjes. En dan vandaag, wat moet je dan doen? Gewoon rustig herstellen. Een beetje rondjes lopen. Mm. En Rondo, that's it. Dan hebben we nog wel kracht gedaan. Oké. Okay. Zware kracht, die stond eigenlijk niet op het programma, denk ik. Oké. Okay. Maar ik ben niet zo van de kracht, man. Nee, hè? Kan ik hier wel overheen? Nee. Ja, jawel. Nee, niet zo van de kracht? Nee, ik weet niet. Als ik bijvoorbeeld, ik heb liever dat ik bijvoorbeeld een dag wedstrijd speel, volgende dag weer een wedstrijd speel. Mm. Dan krachttraining. Pak mij gewoon. Vroeger had ik ook. Heb je al getekend? Nee, ik heb nog niet getekend, man. Ja, toch? Kijk, hij is nog vies, ik zeg je. Oh, heb je in de strot gerold of zo? Oh, dat is toch zweet, man. Top, dankjewel. Ja, alsjeblieft, man. Heb je dit nummer zelf gekregen? Of nee. Wilde je daarmee spelen? Nee. Nee, gewoon. Ik had mijn debuut gemaakt met nummer 40, toch? Oh ja? Ja, en ik weet niet, dat was vorig seizoen. Mm-hmm. Toen dacht ik van, ik ga weer met nummer 40 spelen. Vroeg ik aan hem, waarom heb ik een andere nummer gekregen? Ja. Yeah. Toen zei hij van, hij zegt, ik wil je ermee iets duidelijk mee maken, ik zeg. Twaalfde man. Ja, precies. Nee, ik zweer, dat was het echt. Ja. Maar ik begreep het nog niet. Ja. Maar het was echt twaalfde man. Het was gewoon dat ik dicht bij de basis stond, dicht zeg maar. Ja. Maar je stond eerst in het uitvak, of zeg maar bij de F-site, ja, precies, man. Twaalfde man, F-site gewoon. En die, die dus basisplaats, maar. Dat had hij dus expres zo gedaan? Ja, expres zo gedaan, ja. Erik? Ja. Oké. Dus ik zei, nou ja, kijk, nummer boeit mij niet zoveel, maar het is je debuutnummer, dus het is toch wel iets persoonlijk. Ja, heb je dat shirt nog gehouden, hè? Ik heb ook alleen maar één shirt, ik nog heb. Die, gewoon je debuut shirt? Ja, 34, ik had 34. Oké. Maar die moet ik opofferen aan Noori natuurlijk, Ja. Dat is... Nee, dus gewoon 40, man. Die heb ik ook gewoon ingelijst. Alleen, ik vind geen probleem nu, 12, ja. Krijg ik 12, krijg ik 40. Maar je bent niet zo van, ik wil dat nummer of zo hebben voor elkaar? Nee. Echt niet, man. Okay. Nummer, ik ga niet beter spelen door nummer 10 te dragen. Ach, kijk eens. Ah, gewoon helemaal doorweek was in één. Koud, jongen. Ja, fris gelijk. Hey, heb jij een vriendin? Nee, man. Niet? Nee. Ik heb geen vriendin. Helemaal, je wilt gewoon lekker vrijgezel blijven? Ik ben nog solo. Woon je alleen bij, of woon je bij je ouders? Nee, ik woon nog bij mijn ouders. Dat is, het is een beetje een soort van bescherming tegen jezelf. Ik weet al lang wat gaat gebeuren als ik alleen ga wonen. Ja, hè? Maar nee, ik woon gewoon bij mijn ouders. Dus dan is het allemaal wat moeilijker, zeg maar. Ja. Je weet, met de Marokkaanse ouders. Ja, jongen. Ga niet zomaar thuiskomen met een meisje. Dat gaat echt niet gebeuren. Maar je komt met Alphen, hè? Alphen aan de Rijn. Ja. Daar ben je ook begonnen met voetballen, hè? Bij Alphen, VV Alphen of zo? VV Alphen, ja. Ja, en toen ben je. Je bent weggegaan naar een andere amateurclub? Ja, naar Alphense Boys gewoon. Ja, Alphense Boys. En toen, het jaar erop, ging je gelijk naar Ajax. Ja.
Dat is ook kloten voor die andere amateurclub. Ja, want ze wilden ook dat ik dan naar de E3 ging. Ja. Maar ik was eigenlijk al bij... Het verhaal ging zo. Ik zat bij AV Alphen. Toen zat ik in de F1, maar ik hoorde nog in de F4 dan. Mm-hmm. Dus... Maar zij wouden, hoe heet dat, de jaar daarop wouden ze dat ik weer in de F1 ging spelen, omdat we waren gepromoveerd. Dus, ze wouden weer nog een jaartje dat ik daar zou spelen en dat we weer zouden promoveren. Alleen, dat wou mijn pa niet, dus toen zei hij van luister, dat gaat niet gebeuren. En dat jaar ook deed ik mee met talentendagen. En hier? Toen je gewoon hier zo bij. Heb je talentendagen gedaan hier, ja? Heb ik talentendagen meegedaan. Dus, en toen kwam ik al een beetje ver, alleen ze vonden me te licht. Ik was ook echt klein. Lichte jongens. Ja. Dus toen zeiden ze van luister, je bent te licht, maar we houden je in de gaten. Dus toen ben ik naar Alphse Boys gegaan, ze hielden me in de gaten. Bij Alphse Boys deed ik mijn ding, ging gewoon, je wordt een jaartje ouder weer, wat ietsje sterker weer. Ja. En toen mocht ik wel naar Ajax gaan, zeg maar. En toen werd je op, moest je elke keer, welke elftal was dat bij Ajax die kwam? E3. Bij Ajax E3? E3, ja. Zo, dus je hebt echt alles meegemaakt? Ik heb veel meegemaakt hier zo, ja. Zo, hé. Heel de jeugdopleiding heb ik doorlopen. Ja, en hoe ging je dan met reizen dan? Je vader bracht je? Ja, mijn pa bracht me, man. En later werd je ook opgehaald met zijn busje en zo? Ja, en dates. Het busje was echt top, man. Dat was lachen, hè? We waren echt top. Alleen maar oude hoeren, toch? Zo, oude hoeren, vervelend doen. En we hadden een buschauffeur, echt de beste buschauffeur. Ja. Hij komt hier uit Bijlmer. Okay. Uit Dennis. Hij is echt... Hij nam altijd gewoon, als we van school kwamen, broodjes, drinken. Nam die mee voor je? Ja, nam die gewoon mee voor ons. Ook snoepjes? Ook snoepjes, chips, na de training gewoon. Hè. Snoep, chips, kapsalon af en toe. Ja, echt, ik zweer het, hij was top. De beste buschauffeur. Ja. En je zag ook iedereen, kwam altijd naar hem toe voor koekjes en zo, snoepjes en zo. Was geen kinderlokke, toch? Nee, hij is echt een lief man. Ja, grote hart, Oké, dat is wel mooi. Ja. Hey, maar hoe zit dat met jou met die trainingspakken dan? Wat is dat verhaal? Welke trainingspakken? Je draagt alleen maar trainingspakken, toch? Ik draag niet alleen maar trainingspakken. het is wat Hakim daar tegen je heeft verteld, toch? Nee, het is gewoon naar de club. Je wordt 7:30 ochtends wakker, zo helemaal duizelig. Dan... ik weet niet, ik heb gewoon, je weet, zit gewoon lekker naar ik ga naar de club. Dan zeg ik ook wat tegen hun. Ik zeg, hey boys, ik ga naar Ajax. Ik ga niet, zijn die geen cheekies of zo? Ik weet niet. Dus, niet op stap. Snap je? Ik hoef me voor niemand echt, je weet, echt netjes aan te kleden. Nee. Terwijl ik draag gewoon net ik vind gewoon net de trainingspak, toch? Ja. Mooi man. Ja, toch? Ja, maar dat zag ik toevallig. Want vorige week zag ik je ook met Hakkie, toen zei hij ja, voor het eerst spijkerbroek aan, want dat had ik gezien op Instagram, ja, had hij gepost. Ja, hij post altijd van die vervelende dingen, hij is echt vervelend daarin. Ja, jij bent wel goed met Hakkie, maar je bent bij hem thuis en zo ook, dus is hij een voorbeeld voor je of wat is die? Vroeger was hij echt een voorbeeld voor mij, man. Ja? Toen de tijd dat hij bij Twente toen nog speelde, toen hij echt elke week gekke doelpunten maakte en zo. Toen was hij echt, ik weet gewoon echt een voorbeeld, man. En toen kwam ik bij Ajax toe. Ik vond het wel een beetje spannend. Ja, het begin. Ah, je kijkt naar hem ook. Ja. Alleen nu is dat, dat was in het begin zo. Alleen nu is dat zeg maar echt gewoon weggegaan. Nu is hij gewoon voor mij gewoon een goede vriend. Ja. Ga je veel met hem om of zo? Jawel, ook gewoon ook buiten het voetbal. Ja. Oké. En wat doe je voor de rest als je zeg maar niet aan het voetballen bent? Hoe zit je dag eruit? Een beetje thuis aan de pik trekken of zo. Je bent echt viezelijk, man. Je denkt alleen maar aan dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Nee. Je mag geen meisjes binnen hebben, toch? Nee, ik mag geen meisjes binnen hebben, dus... Nee. Maar wat doe je? Je slaapt veel, hoorde ik ook, hè? Ja, ik slaap veel, man. Ik wil niet zeggen dat ik lui ben of zo, maar als ik thuis kom, ben ik wel meestal moe. Ga ik even een dutje doen. Ja. Ga ik een beetje PlayStation. In de avond ga je naar buiten, ga je met de boys even wat eten of gekheid uithalen. Okay. That's it. Maar Alphen is niet zo ver, toch? Hoe lang is Alphen aan de rij? Dus een half uurtje rijden, alleen in de ochtend is vervelend. Ja, met file. Altijd de A4 bij de Schipholtunnel. Altijd file. Dus dan doe je er gewoon makkelijk af en toe gewoon een uurtje over. Ja. En als het echt druk is, de laatste dagen was het echt druk, deed ik gewoon 1,5 uur over. Dus daarom, ik wil ook... ben je binnenkort even kijken voor een appartement in Amsterdam. Ja. Het enige, ik weet je wat, ik hoef eigenlijk niet per se uit huis. Ik,
Lekker thuis bij eten, precies, mama maakt eten en zo. Allee, het enige wat ik vervelend vind is dat, dat ik in de ochtend zo vroeg moet opstaan en dan die file proberen te vermijden, dan snap je? Ja. En dan kom je er alsnog in. Want hoe laat trainen jullie 's ochtends? Half elf? We moeten 9 uur aanwezig zijn, man. Echt? Ja. Dus als je weet, als je echt die files wil vermijden, moet je sowieso 7 uur, 7:15 opstaan. Alleen dan pak ik hem wel tot 7:45, je weet, zo lang mogelijk proberen te slapen. Gewoon snoezen, één dag snoezen. Oké, dus het moet 9 uur al op de club zijn? Ja, ja, dat is wel echt... vroeger was dat niet zo, vroeg, man. Was dat bij alle trainers? Wie heb je gehad als trainer? Peter Bos heb ik nooit gehad. Alleen Erik? Nee? Nee, ik heb Marcel... Ja, maar bij de eerste bedoel je? Ja. Ja, toen zat ik nog niet echt bij de eerste. Hè. Nu ik officieel bij de eerste, alleen Erik Ten Hag. Ja, ja, ja. Alleen toen bij Jong Ajax, Marcel Keizer. Toptrainer is dat. Ja? Ja, zeker weten. Hij is echt... goeie vent? Echt een goede persoonlijkheid ook. Echt goede trainer. Hij is eigenlijk een soort van de eerste trainer die het echt in mij heeft zien zitten. Ja, dat vergeet je nooit meer. Nee, sowieso niet. Nee. Daarom. Ik weet natuurlijk, Ten Hag is ook een uitstekende trainer. Die heeft je uiteindelijk baas gespeeld. Ja, dat is goed. Ja, dan ben je, Ga wonen, jongen. Een beetje wonen. Maar eerlijk, het is hij geeft je baas plaats. Tuurlijk, hij geeft je baas. Welke speler gaat, weet je, als een trainer je baas plaats geeft, dat je gaat zeggen van wat een slechte trainer is dan? Dat kan niet. Nee, dat hoort niet. Dat heb ik ook hoor, mijn oude trainer. Daarom, trainde jouw baas, gewoon jouw eerste baas en echt heeft laten staan, vertrouwen gegeven. Tuurlijk, dat is prachtig. Hoe is dat? Hakim. Wat zeg je? Bellerino of zo? Wat? Bellerino? Nee, kijk niet maar. Wat is dat? Wat zegt hij? Oh, jij hebt hem gevraagd, wat moet ik nu allemaal zeggen? Hij hebt hem gewoon een beetje gevraagd, wat moet ik nu allemaal zeggen? Ja, een beetje klanten. Hij zei, ik moet je Bellerino. Wat is dat, Bellerino? Nee, dat was echt een tijdje geleden, man. Wat was dat dan? Ik weet niet. Het was... Zo'n Marokkaanse homo. Bellerino. Ken je hem? Ken je hem niet? Nee. Die zingt en zo. Oké. Okay. En gewoon, ik weet niet. Dan noemt hij jou zo? Ik weet niet wat hij... Hij heeft zoveel namen. In de tijd dat ik hem ken, heeft hij mij zoveel namen gegeven. Het is niet normaal. Oh, is dat een Marokkaanse homo? Ja, het is Marokkaanse homo. Bellerino. Gewoon Nederlands Marokkaanse homo. Ja. Moet je opzoeken als je even toch niks te doen hebt. Zo noemt hij jou gewoon. Training. Nee, niet meer. Nee. Ah, bijvoorbeeld nu ook weer een muis. Gewoon. Ja, muis. Wanneer er weer iets, toch iets een hype is of zo, of iets bekend is, dan krijg ik die naam. Want muis noemt hij jou van Mokram af, ja. Yusuf, toch? Ik weet zijn echte naam niet eens. Heet hij Yusuf? Nee, hij heet. Nee, ik weet niet. Ik weet niet, maar hij speelt wel goed, die jongen. Hij speelt wel sterk. Ja, hij speelt echt goed, hoor. Echt sterk. Dus nee. Ik heb wel alles gekeken voor Ik heb hem ook echt snel gekeken, man. Het was ook niet zo lang. Dus dan lijk je weer op muis en zo? Dan lijk, nee, niet lijken, maar gewoon ik krijg die naam dan. Ja. En omdat Hakim ermee begint, dan gaat iedereen gaat dat zeggen. Ja. Hey, maar waarom heb je voor Marokko gekozen, man? Waarom ik voor Marokko heb gekozen? Ja. Gewoon... Ik zeg eerlijk, ik ben gewoon een persoon, je weet toch, als iemand goed voor mij is geweest, dan wil ik ook iets echt graag terug doen. Ja, ik snap het. En Marokkaanse elftal dan, die is er eigenlijk niet van het begin, wil ik zeggen. Maar gewoon sinds ik A1 een beetje jong Ajax speelde, zijn zij eigenlijk gekomen, snap je? En toen was, Nederlands elftal was nooit echt daar zo. Dus Je hebt ook niet een jeugdelftal gespeeld, Nederlands elftal? Ik heb 1 keer meegedaan met zo'n voorselectie KVB. Oké. Zo, ik voelde me echt gruwelijk toen. Ja, echt waar, man. Ik deed 1 keer mee, zo die voorselectie. Toen weet ik nog, ik stond op Anthony Berestein. Ik was toen ook, die tijd speelde ik ook rechtsback. Ik stond op Anthony Berestein, hij was echt een groot talent, ik weet niet of je hem kent. Hij was echt groot talent, hij speelde bij Utrecht. Oké. En die selectie was niet goed gegaan, maar... Nee, maar ik snap dat niet, want jij hebt dan wel alle elftallen dan bij Ajax gespeeld. En dan niet in jeugdteams van het Nederlands elftal. Nee, maar... Raar toch? Nee, maar ja... Maar ze zien toch al van tevoren, oké, deze jongen heeft de potentie om bij Ajax 1 te komen. Dan moeten hun toch ook weten. Maar dat had ik nooit echt, man. Niet? Echt de potentie om bij Ajax 1 te komen? Ik weet niet. Hoe kan ik het denk dan? Het niet.
Hoe kan het dan dat je nu daar wel speelt dan? Door het vertrouwen en zo wat je krijgt? Ik weet, er is wel één, nu ik gewoon zo nadenk, nu het over zo zeg, er is één persoon geweest die heeft gezegd, je gaat Ajax 1 halen. Oké. Okay. Dat was toen in de jeugd en toen ik nog niet, je weet toch echt, je hebt spelers die de stempel krijgen van potentiële Ajax 1 spelers. Bijvoorbeeld nu in de jeugd, Rijn Gravenberg, Nassi Unufar en zo. Gewoon, je weet toch, dat soort type jongens, die krijgen de stempel van potentiële Ajax 1 speler. Alleen die heb ik echt nooit gekregen. Er was één persoon die zei van, jij gaat waarschijnlijk Ajax 1 halen als je, weet dat, als ik het zo kijk met je groeisbeurt en zo, nu je nog klein bent, was Ruben Jongkind. Hij was geen voetbaltrainer, dus ik dacht, wat loop jij nou allemaal te praten? Hij was looptrainer. Deze man, je weet toch, heeft er sowieso geen verstand van. Hij loopt maar wat te lullen hier zo. Een beetje mijn vertrouwen te geven. Ik geloof er helemaal niks van. Maar uiteindelijk heeft hij toch wel gelijk gehad, man. Oké, je speelde wel ook rechtshalf, toch? Eerst? Of niet? Of ben je altijd rechtsback geweest? Nee, ik ben. Ik heb veel posities gepakt. Hè. In mijn hele carrière, jeugdopleiding en zo, veel posities gespeeld, man. Okay. Ik begon dan als middenvelder. Yeah. Op een gegeven moment, ik was echt klein. Hè. Ik was kleiner en minder intelligent dan Appie. Yeah. Dus ik kwam altijd in duels en dan, je weet gewoon even deze en dan was ik op de grond aan het vallen en zo. Dus toen op een gegeven moment werd ik rechtsback gezet. Alleen dan had je van die snelle linksbuiters altijd. Echt niet normaal. Die tikte gewoon de bal langs je en dan, je weet toch, zij met die grote stappen en jij met die kleine stappen. Dus ik ging nooit halen. Ja. En toen, daar deed ik het ook eigenlijk niet eens zo heel goed. Okay. Maar je weet toch, in de jeugd kunnen ze niet heel seizoen op de bank zetten. Nee. Oké. Okay. Dus dat is een beetje faal, man. Ja. Maar wel apart dan dat je dat zelf niet zo. Dat je dat dacht van, nou, ik kan het eerste door het redden. Maar je hebt echt een conditie, is niet normaal. Je blijft maar gaan, hè? Dat hadden we. Ik had het ook een teamgenoot, Trabelsi. Ja. Je hebt hetzelfde als hem. Je blijft ook maar gaan, hè? Hoe kan het? Ik weet niet, man. Dat is heel raar. Ik heb wel momenten in de wedstrijd dat ik even echt helemaal kapot ben. Hè? Ja. Ik weet, dat heb je vroeger sowieso wel gehad. Dat je weet toch. Rond die 25e minuut, zo je kijkt op de klok, je denkt je hebt sowieso al 45 minuten. Het is bijna rust. Kijk je op de klok, is die 25e minuut. Je bent al helemaal kapot. Ja. Maar dat zijn die dipjes gewoon. Ja, tuurlijk, toch? Dan ga je er overheen en dan kan ik gewoon blijven gaan. Ja. Ik hoef niet heel veel gewicht mee te nemen, toch? Wat weeg je? Smalle goer, ja. Wat weeg je? 65, 66 zo. Niet normaal. Toen ik het eerst speelde, woog ik 83 kilo of zo, 82. Maar sowieso veel vet. Wat was je vetpercentage? Nee, even wel mee. 8 of zo, is dat? 8? Ja. 8 is goed, man. Ja. Dan was je gespierd, hè? Ja, maar ik had gewoon. Niet meer. Allemaal bier en zo, jongen. Jezus, Mina. Ja, okay. Man. Wat zijn dat, 65 kilo? Ja, 66 zo. Okay. Ik probeer aan te komen, maar ik weet niet, het is echt moeilijk voor mij, man. Hoezo moet je aankomen? Je moet gewoon zo blijven, man. Nee, een beetje spieren. Ja, maar krijg je vanzelf wel. Als je gewoon door blijft trainen en zo. Ja, tuurlijk. Moet je wel een beetje kracht pakken, een beetje kracht trainen. Daarom. Daar ben ik nu mee bezig. Maar weet je, bijvoorbeeld als ik 3 keer op een dag Mickey eet, thuis weer eet. Ik zweer het, hè. En dat een week of zo doe, dan kom ik gewoon niet aan. Nee. Ik kom gewoon niet aan. Had ik dat maar. Eens wat ik heb, dan moet ik vaker naar de wc. Nee, maar je hebt er gewoon geen aanleg voor om dik te worden zo. Nee, maar gewoon echt niet. Nee. Dus ik weet niet. Heb je echt geluk bij, hoor. Sommige spelers moeten echt opletten wat ze eten en zo. Ja, je hebt sommige spelers ook gewoon. Ik ook. Als ik vroeger, jongen, dan moest ik echt opletten. Maar ik trainde dan wel veel, dan liep ik het wel weer af. Maar ja. Ja, is echt. Ik had wel aanleg ervoor, man. Dikke reet had ik altijd. Nee, maar die is juist belangrijk. Af en toe zie ik die voetballers met dikke reet zo. Altijd die reet zo erin. Je komt er niet bij. Bijvoorbeeld Noordin. Ja, maar op wat. Ja. Je gooit gewoon die reet van hem erin en je komt echt niet bij die bal, hoor. Je komt er echt niet bij. Je moet ook in die groepsapp komen, man. We zitten in die groepsapp met Soep en Maggie en Tanane. Ja, ze zeiden tegen mij toen, toen je vroeg van. Kom je eventjes in de auto, een rondje rijden. Zou het gaan spelen, man? Wat ga je rondje rijden met hem? Ja, mooi, hè? Ze zijn wel goed, ze zijn wel leuke gasten. Ze zijn leuke gasten, zeker. Oude hoeren. Zeker, altijd. De hele dag. Die kunnen echt niet stil zijn. Nee. Echt niet. Hoi. Kom je terugbrengen. Prima. Dank je. Ja. Hoi. Hey.
Zie je, ze zijn oude oma's kennen mij. Fuck haar, man. Ze wou me niet eens doorlaten. Ze heeft gelijk, wie ben jij? Ik ben de baas ook nog een beetje. Zeg maar, fuck, ik moet het ding ophalen, was Rui. Dat ken je niet. Staat een vrouw van 80 jaar. Ze kent mij wel, jij niet, al. Ze is van jou een. We gaan de glorie. Licht in gewoon, we gaan de glorie, man. Al die Rui is van jou. Ja, man. Oh, top. Dat is wel leuk, toch? Maar moet wel een andere auto, man. Kan niet. Hier word ik ook altijd gepest door Rakim. Ja, hè? Ja, omdat ik in een rode auto rijd. Blijkbaar is dat geen mooie kleur. Had je die zelf uitgekozen? Wat, je had alleen witte bekleding erin moeten doen. Nee, maar weet je wat... En dan? En maar weet je wat hij doet? Hij vindt het lelijk, maar uiteindelijk zegt hij zelf... Hey, ik denk dat ik een nieuwe kleur voor mijn auto ga willen. Ik zeg, wat dan? Bordeaux rood. Ik zeg, maar ik heb ook een soort van rood. Ja, ja, ja. Maar dat vind je wel lelijk. Ja. Hij zegt, ja, maar Bordeaux is rood. Is anders. Dan gaat hij altijd zo praten. Altijd vervelend. Die jongen is echt vervelend. Nee, maar is wel goed, jongen. Top, man. Hé, hey, bedankt, man. Yes, super. Yes, man. Hey, bedankt voor die shirt ook, hè. Ja, geen stress, man. Ik spreek wat ga je eigenlijk mee doen? Verloten of zo? Ja, ga verloten. Ja, toch? Ja, voor die volgers van... volgens op YouTube toch? Ah. Is deze van Champions League? Nee, man. Ah, nee. Ik dacht van Champions League. Ah, ja, precies. Is ook mooi, man. Ja, toch? Oké. Okay. Is goed, man. Dankjewel, vriend. Is goed, ciao. Groetjes, ciao. Als je nog wat nodig hebt of zo, je weet met vrienden. Kom goed, vriend. Ja, toch? Rustig aan. Rustig aan. Ciao. Dat was Mazraoui. Relaxte gozer. Gewoon lekker zelf gebleven. Geen gezeur. Weet je, hij is relaxed. Wordt lekker bij zijn vader en moeder nog slim. Dus goede voetballer, maar respect voor hem en leuke gast gewoon. Was een leuk gesprek, man. Bedankt voor het kijken weer. We gaan door naar de volgende. Ciao.